We hebben in Team West de afgelopen tijd een paar keer aandacht besteed aan overvallen op tankstations. Zodra er rond 9:15 een klant vertrekt, slaan ze toe. We hebben eind april al aandacht besteed aan een overval op een Shell benzinestation in Bodegraven. In het opsporingsprogramma Team West kwamen er de afgelopen maanden zeker 4 overvallen op tankstations voorbij. Een nieuwe campagne moet ervoor zorgen dat het aantal overvallen daalt. Het besef van het personeel hoe ze ook hun eigen veiligheid kunnen verbeteren moet gewoon omhoog. Tankstationmedewerker Joost had kort geleden nog te maken met een agressieve klant. Die kwam een verhaal halen waarom ze hun moeder niet goed behandeld was. En dat was vrij pittig. Die wilde ook naar achter binnen dringen, dus dat was niet leuk om mee te maken. Hij krijgt binnenkort een agressietraining en een online cursus overvalpreventie. Ja, het zou zeker nuttig zijn, want ik wist eigenlijk toch niet goed hoe ik moest handelen. En ja, inderdaad, met een overval zou ik helemaal niet weten. Brancheorganisatie BOVAG is blij met de campagne, maar zou ook graag zien dat bewakingsbeelden legaal gedeeld mogen worden. Nu is een pomphouder strafbaar als hij camerabeelden waarop een overvaller is te zien openbaar maakt. Ja, dat moet zeker veranderd worden, ja. Want ja, ik vind dat de veiligheid van de mens boven het privacy van overvallen gaat. Wat mij betreft, onder strikte voorwaarden mag dat op een aantal terreinen. Dat geldt vooral voor de zware misdrijven, dus ook de overvallen waar iets ernstigs is gebeurd. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel van de minister nog goedkeuren. Tot die tijd zal Joost het moeten doen met een agressietraining. Ja, je leest wel dingetjes hoe je moet handelen, maar als het echt gebeurt, dan zal het toch heel anders werken dan dat je het in theorieboekjes leest.